Als we de talloze reacties die we hebben ontvangen mogen geloven, dan zijn we binnen de grenzen van ons heerlijk nuchtere kikkerlandje voorlopig nog niet klaar met het onderzoeken van de vele mysterieuze en duistere locaties. Want zo op het oog is lang niet alles wat het lijkt. Daar waar de Noordzee en de Nieuwe Waterweg elkaar vinden, ligt het dorp Hoek van Holland. Op deze strategische locatie bouwde men in 1881 een groot panzerfort, van waaruit men het achterland kon verdedigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin de Duitse bezetter het fort had overgenomen, hebben er zich wrede gevechten afgespeeld. Het schijnt dat enkele soldaten tot op de dag van vandaag ronddwalen in de enorme ondergrondse gangenstelsels, omdat ze nog steeds niet de uitgang van het fort hebben weten te vinden. Wie zal er vannacht in zijn eentje deze vergane strijders moeten vergezellen in het doolhof van Fort 1881? Dit zijn de plekken waar je 's nachts niet wilt zijn. Ik heb echt gevoeld dat ik niet alleen ben. Ik word de hele tijd die voetstap. En zeker niet alleen. Ik krijg net echt even helemaal kipvel op mijn lichaam. Dat je het zo fucking slecht. Giel, Thomas of Stefan moet vanaf klokslag 12 tot de eerste zonnestralen de nacht overleven zonder te falen. Beter gaat de naald niet in jouw voedoepop, want dit is De Drop. Ik zie wat jij niet ziet en het zit heel diep onder de grond. Zo flauw. Ja, de locatie waar we vandaag heen gaan, die kan je in het eerste opzicht niet zien. Huh? Het zit namelijk onder de grond. Tuurlijk. Het is Fort 1881, met daaronder een gangenstelsel van 3 kilometer groot. Nee, niet een gangenstelsel. 3 kilometer? Ja. Dus je kan er verdwalen, je wordt claustrofobisch, weinig zuurstof. Ik denk, voor Nederlandse begrippen is dit echt heel groot. En ik heb dus een verhaal gehoord van iemand die daar heeft gewerkt. Het schijnt volgens mij dat hij ontslag heeft genomen omdat hij daar dus echt een identiteit heeft gevoeld. Nee. Daar spook. En hij zei dat hij 3 maanden een demon thuis heeft gehad. Die is vanuit het fort met hem meegegaan en die heeft hij gewoon 3 maanden last van. En die moest toen naar de kerk om die demon weer weg te krijgen, zeg maar. Ja, maar besef dat hij er 3 maanden last van heeft gehad, hè? Ik zou dan misschien ook een bezoekje moeten brengen aan de kerk. Nou, dat lijkt me sowieso. Want ik heb al 10 jaar last van jullie. Kan dat ook opgelost worden? Nee, daar kom je niet meer vanaf, Rick. Nee, daar kom je niet meer vanaf. Jammer. Nou, we gaan er naartoe, toch? We gaan even vragen het wat dorpje, de mensen vinden. Het is in het dorpje Hoek van Holland. Daar is het fort. En dan kunnen daar mensen vragen of ze het... Ja, ik denk niet dat ze dit kennen, want het zit natuurlijk onder de grond. Maar misschien zijn ze wel ooit er geweest. Het is wel rustig in de straat, ja, het zijn moeilijke tijden natuurlijk. Corona, we zijn er nog steeds niet vanaf. We doen ons best om toch zoveel mogelijk mensen op straat te interviewen, maar ja, ze zijn er niet echt. Mag u iets vragen? Over het fort. Bent u er ooit geweest? Ik ben er wel eens geweest, ja. Maar heeft u ook al die gangenstelsels daar gezien? Je kunt er verdwalen. Ik ken echt niet verdwalen, ja. Je hebt best wel veel poorten waar je heen kan. Vond je het nooit eng? Nou ja, ik persoonlijk niet, maar er zijn genoeg mensen die wel inderdaad gekke dingen horen. Als het s'avonds donker is, is het heel eng. Eén van ons moet daar vanavond in zijn eentje de hele nacht gaan zitten in het gangenstelsel. Oh, ja. Dat is koud. Heeft u wel eens een heel raar verhaal gehoord dan van iemand toevallig? Dat niet echt. Ze verzinnen van alles toch? Ja, dat ze dingen horen en zo. Ja. Ja. Maar wat verzinnen ze dan? Ja, gewoon rare verhalen. Dat er mensen zijn vermoord en weet ik het. Dan kan je daar klein even dwalen, denk je, of dat niet? Jawel, je moet echt wel de weg weten. Ja? Ja? Wie gaat slapen voor jullie? Ja, dat weten we nog niet. Maar je kan dus wel verdwalen, dus daar moeten we wel echt rekening mee houden. Ja, het is gewoon realiteit. Dat het overdag is het niet spannend. Maar ja, misschien is het s'avonds heel anders. Hè? Dat hebben die medewerkers misschien wel meegemaakt. Ik denk als je alleen s'nachts in een gangstelsel van 3 kilometer zit onder de grond, dat het wel eng kan zijn. Ja. Oké, maar het verhaal is dus niet bekend in het dorpje, Hoek van Holland. Maar misschien is het dus wel bekend bij de mensen die daar hebben gewerkt. Ja, dat sowieso. Maar dan moeten we die weg toch gaan bewandelen? Ja, dat denk ik ook. Niet heel veel wijzer besluiten de mannen om weer in een camper te stappen en naar het fort te rijden. En Giel heeft wel een vermoeden waarom niemand de mysterieuze verhalen over deze locatie kan bevestigen. Je praat natuurlijk niet snel over verhalen die mensen niet snel geloven. Nee, over het algemeen gelooft bijna niemand in spoken. Ja, dus dan ga je niet zeggen van het spoken. Er is maar een hele kleine groep die daarin gelooft. Ja, en mensen verklaren je gewoon voor gek als je erover begint. Ja, precies. Nee. Hier is het. Ja, dit is het. Dus dit is het voor. Hier zijn we ooit in
binnen geweest. Ja, wij hebben hier ooit met Wolter Koes hebben wij jachtzoen hier gedraaid. Maar toen zijn we alleen het bovenste deel geweest. Ja. Maar er zit dus nog 3 kilometer aan de gangenstelsel onder. Met wie hebben we nu gesproken? Met Jurgen en Martin. Goeiedag. Jurgen en Martin, ik weet niet precies wie. Jurgen. Oké, en jullie kunnen ons sowieso natuurlijk het een of ander vertellen over dit fort. En we mogen ook sowieso een kijkje nemen in de gangenstelsels beneden. Nou, laten we snel naar binnen gaan, want ik vind het koud en het regent. We gaan nu met de lift naar beneden. Hier binnen, hieronder is dat gangenstelsel van 3 kilometer lang. Hè? Om een idee te geven hoe duizelingwekkend groot deze duistere ondergrondse locatie wel niet is, laat vrijwilliger Martin onze onderzoekers eerst de maquettes zien. Dit is de plattegrond van het fort. Al die grijze dingen. Oh, deze zijn muren. Dat zijn muren. Dit zijn allemaal muren. Dit zijn allemaal ruimtes in het fort. Waar staan wij nu? Wij staan nu in deze ruimte. Ik snap zeg maar dat je wel kan verdwalen. Ja. Ja. Ja, het is ja, maar als je denkt dat je het hele fort kent, dan ken je het niet. Ik heb dingen gehoord. Ik ben in het fort bezig met heel veel herrie. Ik ben klaar. Het moment dat ik klaar ben, hoor ik echt zuiver dat die herrie opgelopen was. Steve. Ja. Je bent hier sowieso raak je de weg kwijt. Iemand die hier vannacht zit, die... Ja, het is mega groot. Oh, we gaan ook allemaal... Oh, ik wist niet ook dat je... Ja, je hebt gewoon meerdere verdiepingen hier. Nee, joh. Toen wij hier kwamen in het fort de eerste keer, toen zei ze Astor... Mensen zouden overlijden. Ja, het is oorlogstijd. Dan kun je ze niet begraven op begraafplaatsen en alles. Hier werden de lijken neergelegd. Neergelegd in oorlogstijd. Dan in zou overlijden zou je hier komen te leggen, omdat ze je gelijk niet konden begraven. Ik vind het wel echt een hele grimmige plek hoor. Dit. En zijn hier dingen meegemaakt, mensen die hier zijn geweest? Dat was 6 jaar geleden. Kwam ik het terrein oprijden en ik kwam als eerste aan, 7 uur 's ochtends. Ik doe het hek open, ik rijd mijn auto erop. En ik zie een man lopen in een militair uniform. Ik stap uit en die man is weg. Ik heb ook Miranda die hier werkt, die doet hier de evenementen managen. Ja. En die heeft soldaten op het dak zien lopen s'avonds. Echt? En die zegt dan echt zo van, heb je hek opengezet? Hoezo? Ja, er lopen soldaten op het dak. En ik heb ook wel Indische familie zeg maar aangetrouwd en die willen hier niet naar beneden. Die voelen dat er van alles is beneden, die lopen hier niet graag. Nee. We hebben ook een verhaal gehoord dat er een vrijwilliger 3 maanden nog last heeft gehad van degene die achter hem aan zat. Ja, klopt. Dat is ook de reden waarom die gestopt is. Ja. Hij nam ze mee naar huis. Maar wat hij ook ging doen, is hij ging ook echt ze opzoeken. Ja, en dat is het gevaar, want dan kun je ze dus meenemen. Het is hetzelfde als een kind die je aandacht geeft, blijft het kind ook achter je aanlopen. Oh, ik zou dit helemaal niet leuk vinden. Nou, dit is s'avonds wel heftig hoor. Als je hier s'avonds in je eentje zit, gast, ik ben helemaal gek nu al. Vroeger zaten ze door deze gaten te schieten. Als je nou nagaat, het kanon schoot met een terugslag van 37 ton. Dus de soldaten die daar stonden, konden met een houtje tussen de tanden en dan zouden handen voor de oren. Rijk, had je dat niet tussen je mond, de terugslag van de kanon klapte je ogen eruit en je oren eruit. Het is zo fijn hè jongens, hij voelt dit nu zegt al. Wel een van ons daar hier vanavond moet zijn. Toon voelt de spanning nu al. Ja, ik vind het wel echt een lijpe plek hoor, als je je eentje in het donker moet overnachten. Oh, jezus, ouwe. Echt zo'n bloedjongen. Jullie zeggen vanzelf als er in de ruimtes iets waargenomen is, hè? Ik had een vriend van mij, die is overleden. En die had begrafenisdienst hier. En er zouden 300 man komen. Dus hadden we de kist hadden we hier achtergelegd, aan de achterkant van de oven. En de hele gang volgezet met stoelen, camera's en andere kamers. Het zou heel druk worden. En s'avonds komen met de kist naar beneden om alles neer te zetten en niks deed het niet. Stroom deed het niet, mijn microfoons deed het niet, alle tv's waren uit en nou, dat was wel even schrikken. Maar dan ga je denken, nou ik moet oplossen, lukte niet. 1:30 s'nachts die elektricien laten komen. Ja. Nou, die kreeg het ook niet voor elkaar. En toen ben ik om 3 uur s'nachts naar mijn restaurant gegaan, daar alles losgetrokken. Maar terwijl ik dat deed, rende mijn elektricien weg, want die zegt die deur klapperen daar. Ja, elektricien zag hier de deur wapperen en die is gewoon vertrokken. Het was windstil, ja, dat ging niet. Nou, dat is niet zo. Jeetje, weer een lange gang. Ik ben zo erg verdwaald, niet normaal. We wisten niet dat er zo'n gangenstelsel in Nederland te vinden was. Dat is insane. Nee joh. Ja, nog zo lange gang. Jezus. Hè? Zo,
Dit is gewoon oprecht creepy, joh. Als je hier alleen bent. Gast, als je hier alleen bent, dat is echt niet leuk. Je raakt verdwaald, je hoort dingen, die apparaten gaan af. Want er zijn dingen hier gezien en gehoord. Er lopen soldaten hier over het terrein heen. Het is één groot gekhuis. Klopt. En in dit gekkenhuis moet één van jullie vannacht gaan verblijven. Tijd om het lot te laten bepalen. Aan vrijwilligers Martin en Jurgen de twijfelachtige eer om middels een speldenprik in één van de drie voodoo-poppetjes een keuze te maken. Wie er vannacht in zijn eentje in dit eindeloze gangenstelsel zal moeten verblijven. Heb je er een beetje last van zijn rikketik? Nee, ik voel me verdraaid rustig ben ik eigenlijk nog wel. Ik ben ook rustig. Ik voel me ook rustig. Rustig. Ja, okay, nou. Jochem, alle vertrouwen leg ik weer in jouw handen. Hè? Jullie laten ons vannacht binnen, hè? Ja. Top, dankjewel. Laten we gaan, naar het hotel. Het lot heeft bepaald. De boys pakken de camper richting een hotel. Om daar even op te frissen en zich voor te bereiden op wat komen gaat. En de jongens hebben geregeld dat ze middels een videocall nog even kunnen spreken met de medewerker. Die ontslag had genomen omdat de kwade entiteiten hem naar huis volgden. Dag Bas, hier Giel, Thomas en Stefan. Vanmiddag hebben wij een bezoekje gebracht aan het fort. Maar wij begrepen, jij hebt daar gewerkt. Klopt, ik werk daar niet meer. Jij merkte dat je daar wat, je wat voelde. Ja, je had zich wel horen, ja. Dus ik was er altijd alleen in het fort. Ja. En altijd, je hoort ook hardop stemmen. Ze praten ook hardop tegen je. Het was bewust op die locatie, niet als je thuis was. Je had het nog nooit eerder meegemaakt. Thuis had ik niks. Thuis was gewoon schuin. Ja. Ja, totdat ik die dingen mee naar huis ging nemen. Want waarom nam je ze ineens mee naar huis? Provoceren. En dat moet je echt niet doen, want je wordt daar continu geïntimideerd en bedreigd. En daar moet je eigenlijk niet op reageren, want als je dan bijna dan terug reageert, dan heb je echt een probleem. Ik durfde gewoon echt niet meer te komen. Ik heb 3 keer iets meegenomen. Dat is wel ik vind dat echt heel prettig. Ik vind dat heel heftig. We horen ook nog dat er soldaten rondlopen. Ja, dat is gezien. Ja. Een stuk of 40. Een stuk of 40? Het zijn er totaal 40. Dus. Dat is echt, je bent niet alleen. Nee, je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Ja, het is wel echt duidelijk denk ik dat, dat er iets is. Dus ja, wij gaan het vanavond ervaren. Wij gaan op onderzoek uit. En ik wil je even bedanken dat je verhaal kwijt wilde. Hoi, hoi. Succes. Yo. Doei, doei. Ciao, ciao. Jeetje. Ja, dat was Bas, jongens. Ik vond het echt heel heftig. Meen ik serieus. Dit is lijp. Hij is er zo ziek van overtuigd van wat hij allemaal zegt en ziet en dat hij aangepakt is. Hij praat ermee, kwam ze overal tegen. Ik had net serieus kippenvel. Ik dacht echt, oké, als dit mij gebeurt, dan ben ik ook weg. Ja, we gaan het zien. De avond valt. Met nog enkele uren tot klokslag 12 bereiden de heren zich voor op de komende nacht. En ik had het wel super vet, super interessant. Ik vind het ook wel echt eng. Ik ben een heel klein beetje aangeslagen door het gesprek wat we hebben gehad. Want Bas was er echt gewoon heilig van overtuigd dat het een hele nare plek is. We hebben die echt over rare dingen die daar gebeuren die onverklaarbaar zijn. Stel nou dat ik daar vannacht ben en ik hoor wat. Nou, ik heb die noodknop in een rap tempo ingedrukt. Ik hoop dat ik het niet ben. Dat zou top zijn. En het vervelende is dat ik voel dat er gewoon in mij gedrukt is. Dat is zo kut. Het is zo naar. Alle verhalen en indrukken spoken bij onze onderzoekers door het hoofd. En het moment nadert. In de hotelkamers worden alle spullen en meetapparatuur ingepakt. Niet wetende wie er een lange, koude nacht in zijn eentje in het fort zal moeten verblijven. Deze? Ja, doet het nog. Maar dit is bijvoorbeeld die K2-meter en die werkt in deze ruimte niet, zoals je ziet. Hè? Dus als je dan in het gebouw wel werkt... Ja, dat is... Oh ja. Dus hier, shit, hè? Jij gaat nu helemaal niet af. Nee, zie je. Dan zou je een soort van de bike komen. Nee. Ja, zie je, kijk, deze. Nee, hij werkt niet. Hij gaat niet af. Zie je? Kunnen we er tegenaan weer. Ja. We moeten weer. Let's go! Iemand die zich nog wil aanmelden als vrijwilliger? Ik zeg eerlijk, nadat... Dat gesprek met Bas, dat vond ik zo creepy met bepaalde dingen die hij zei. Ik ben oprecht geschrokken. Ja, dat echt, ik echt denk echt. Van ik hoef hier echt niet per se naar binnen eigenlijk.
En ik ga toch zeggen nu, ik denk dat ik dit de engste locatie vind. Ja, omdat het zo groot is. Ja, nou, vooral omdat het inderdaad onder de grond zoveel verhalen, dat de combinatie. Zijn er, jongens. Van het moment dat we straks die lift in gaan, ga je ondergrond, klaar. Ook geen bereik meer, hè, by the way. Dus gewoon... Oh ja, shit, je hebt geen bereik. Maar die noodknop... Die werkt ook niet! Dus je moet gewoon... Nee, die werkt niet, je hebt geen bereik, dus je moet gewoon naar buiten rennen. Wie is de nul, denken we? Ik... Even dus... Ja, dit weet je toch niet. Ik denk To. Ik denk Giel. Ja. Jij denkt altijd mij. Nee, soms denk ik ook dat ik de chef ben. Degene in wie geprikt is, moet vanaf 12 uur 's nachts tot zon opgaan. Kom maar, ik ben het. In dit fort blijven. Kom maar. Ja, jezus. Oh, man. Jurien. Wat een kutzooi, ouwe. Ja, je kan niet ontkennen dat jij er niet bent. Jezus. Hoe dan? Ja, die noodknop gaat niet werken. Dit wordt echt kut. Dit wordt echt kut. Ja, dat heeft zin. Nou, daar, hè? Kijk eens, vriend. Ja. Alsjeblieft. Als je heel hard drukt, komt hij misschien aan. Ja. Zo, ik wil een beetje. Ik wil echt niet, ouwe. Ik heb zo geen zin. Ik heb zo geen zin. Maak er iets moois van. En we dit komen hier weer ophalen als de zon op is. Dit is helemaal kut. Dit is echt helemaal kut. Oh nee. Oh, wat erg. Ik weet niet eens waar ik heen moet. Oh! Oh shit, what the fuck was dat? Oh, man. Oh, ik schrik me helemaal de tyfus van iets. Nu al. Oeh. Hallo? Oh, ik word helemaal lijp nu al. Je hoort overal getik. Waterdruppels. En... Je ziet alleen maar eindeloze gangen overal. Het is echt heel erg naar. Oké, ik ga een plek zoeken. Ja, ik heb ook geen zin om uren rond te lopen naar een goede plek. Dus... Hier staat een chill tafeltje. Kijk, gewoon zo. Top. Terwijl Stefan probeert te acclimatiseren, houden Giel en Thomas lekker warm vanuit de camper even buiten het fort te wachten. Er is alleen wel een klein probleempje. To? Ja. Die noodknop. Ja, wat is er mee? Die hangt er helemaal niet. Jawel, die hangt er wel. Nee, helemaal niet. Jawel. Je bent hem kwijt, hè? Nee, ik kan goochelen. Ik kan dit. Ja. Maar ik denk dat dit wel een productiefoutje was. Maar ik, ja. ik ga het fixen, oké? Okay? Zijn jullie klaar voor? Ja. Komt-ie. Kijk! Fantastisch, toch? Maar wat vind jij van Stefan? Oh. Deze gozer die gaat echt wel de hele nacht kunnen blijven daar. 100%. Ik denk dat er geen ene kut gaat gebeuren uiteindelijk. Oké, ik hoor echt fucking veel shit. Ik ga even hier buiten mijn kamer kijken. Hier zit dus meteen een super lange gang. Is het ook een gang? Hier is mijn bunkertje die ik gebouwd heb. Het ziet toch uit als een soort huiskamer. Jezus. Ja, hoort gewoon echt fucking shit, hè, hier zo. Ik zweer het je. Ik heb hier een pot. Kijk. Die staat. Als er iets langskomt. Dan gaat hij af. Is hier iemand aanwezig in deze ruimte, los van mij? Kunt u mij iets laten weten? Ik wil deze dichter bij mij hebben. Dat is chill. Dat voelt chill. Vindt u het oké dat ik hier ben? Heel gek om hier te zitten, zo in je eentje.
onder de grond. Thomas Giel zit boven de grond in de camper. Ik zit hier in mijn eentje. Gewoon niet fijn. Gewoon echt niet fijn. Nou, meneer Thomas de Hocus Pocus, doe eens een goocheltruc. Oké, ik ga al deze kaarten laten verdwijnen. Let op, hè. 1, 2, 3. Kom, weg. Gast! Wat is er? Ja, ja. En toch lijp dat die meet is. Als je dus gewoon ons op de hotelkamer neemt, dan gebeurt er niks. Nee, dat is waar. En als je dus op zo'n rare plek neerzet, waar dan zogenaamd zit, dan gaan ze gewoon echt af. Dat is niet te verklaren, dat is raar. Oké, we gaan pissie lopen gewoon. Hi. Ik denk echt dat ik tot nu toe, 10, 20 meter heb gelopen. Omdat ik gewoon echt fucking bang ben. Ja, dat is helemaal kut. Ik kan niet precies uitleggen waarom. Maar het is gewoon kut, zeg maar. Als ik deze kant op kijk, zie ik niet wat er aan het einde van deze gang gebeurt. En als ik die kant op kijk, hoor ik daar getik. En als ik die kant op kijk, hoor ik daar getik de hele tijd. Dus dat is gewoon echt super kut. Hier omhoog. Oh, wat kut. Oké, potje. Waar staat? Zo creepy deze ruimte. Dus hier weer allemaal lijken gewoon ingegooid. Gewoon zo. Flikker maar neer, deur dicht. Hier even snel een paar vragen stellen en dan ga ik hier ook weer pleiten, want dit is niet fijn. Is hier iemand aanwezig? Shit! Fuck! Godsamme! Jezus, oh man! Ik schrik me helemaal ik schrik me helemaal de scheldwoorden. Oh! Hoe denk je dat het met Steven is? Ik denk dat Steven zich helemaal gek maakt daarbinnen. Echt? Ja jongen, het is zo groot, zoveel geluiden. Die gekke verhalen, lange gangen. Lange gangen zijn fucked up in het donker. Oh man, oh moe. Ciao. Welterusten. Welterusten. Love you. Love you too. Ga mij niet vertellen dat dit geen fucking enge gang is. Als je in je eentje bent, hè. S'nachts. Ik kom dan het gevoel dat er iemand achter me loopt. Wow, yo. Kijk hoe lang dit is. Hallo? Ik kan het in het gevoel. Dat er iemand achter, zeg maar. Ja, hoe legt het uit? Waarom staat hier een fucking deur open? Dit is zo kut, ik kan nu helemaal niks zien. Ja, dat dacht ik al. Nog zo'n ziek lange gang. Zo, ik moet straks helemaal terug om die ex-cam te halen. Die staat er nog eens eentje. Oké, nou. Let's go back. Holy shit. Holy fucking shit, hè? Fuck ouwe, die deur staat weer open. Of niet? Ja, dag. Die deur die ik net heb dicht gedaan, die staat gewoon weer fucking open ouwe. Dit is echt super kut. Deze deur heb ik dicht gedaan volgens mij. Hallo, jongens. Even geen fucking gezeik hè. Ik heb toch net die deur zo dicht gedaan?
Tering Jantje, jongens. Even serieus. Ik ben niet gek aan het worden. Deze deur heb ik 100%, deze deur heb ik 100% dicht gedaan. Dat kan niet anders. Tering, ik ben echt helemaal... Ik heb kippenvel op mijn hele fucking lichaam nu. Oh, rustig blijven, rustig blijven. Even rustig. Kalma. Echt geen fucking flauw idee waar ik ben. Echt geen fucking flauw idee waar ik ben. Je maakt jezelf helemaal gek, hè? Je maakt jezelf helemaal gek. Alles hoor je tikken, bewegen, zien, jongen, gek. Schaduwen, wind, stemmen, tikken. Ik weet dus gewoon niet meer waar ik ben begonnen, waar mijn basis is. Ik begin helemaal lijp te worden. Ik ga dit niet vinden, hoor. Dan ben ik hier weer. Wat is dit voor gezeik? Het is 3:50. Ik heb een half uur fucking rondgelopen en ik ben weer op hetzelfde punt. Terwijl ik gewoon dit niet wil vinden. Ik wil terug naar waar ik vandaan kom. Dit is echt niet leuk. Jezus Christus, jongens. Even serieus. Ik word helemaal fucking gek. Want ik weet dus niet meer in welke kamer ik mijn shit heb gelegd. Ja, waar is nou? Die kant. Of die kant. En dan heb je hier weer zo'n fucking ziek lange trap naar beneden. Deze heb ik volgens mij al gehad. Heb ik die noodknop nog? Ik ga gewoon die noodknop indrukken. Dan kan ik waarschijnlijk maar zoeken, want ik weet niet waar ik ben. Ik ga die fucking noodknop indrukken, dat ga ik doen. Waar is die fucking noodknop? Godsamme, ik heb die fucking noodknop niet. Dit is zo dom. Ik ga de uitgang zoeken, jongen. Ik ben er helemaal klaar mee. Godsamme. Jongens, de uitgang, please. Oh, ja. Oh, die jongens liggen sowieso te tukken in die camper. Yes, ik ben buiten, kijk. Oh shit, ik ben buiten, jongen. Het is zo fucked up in je eentje dit, jongen. Ik heb het niet volgehouden. Dat is helemaal kut. Guys. Ik spijt me echt heel erg. Maar ik ben helemaal fucking klaar mee. What the fuck is er gebeurd? Dit is zo fucking eng, gaf deze locatie. Op een gegeven moment liep ik in de gang. En daar stond een deur open. En ik kon daar niks zien. Want daar achter zat nog een hele lange gang. Dus ik kwam uit een hele lange gang. Doe die deur dicht. Ik loop helemaal door naar het einde van de gang. Ik loop terug en die deur staat weer open, terwijl ik die dicht heb gedaan. Nee joh. En ik werd gewoon lijp, ik kan het niet volhouden. Hoor je veel dingen. Ja, je zweet helemaal, man. Ik zweet zo fucking erg, dat is niet normaal. Oh. Helemaal bezweet, ouwe. Ik vond het zo eng om daar in mijn eentje te zijn. Maar waar zijn je spullen? Dit is dicht nog binnen, ik ga niet naar binnen. En die noodknop, die kon ik sowieso niet vinden, want ik heb die hele basis niet meer kunnen. We gaan weg, ouwe. Oké. We gaan nu gewoon weg. Of het nu door de mysterieuze entiteiten komt, of door claustrofobie. Het is Stefan niet gelukt om tot zonsopgang te verblijven in Fort 1881. Gelukkig heeft hij heelhuids de uitgang van het doolhof weten te vinden. Wie zal er volgende keer aan het lot worden overgelaten? Abonneer en zet je notificaties aan, zodat je de volgende drop niet mist. En like deze aflevering. Als je durft. Ik wens jullie, een van jullie, heel veel succes. Ja, dankjewel.